gas als energiebron ondersteunt voorlopers die investeren in energieinnovaties op hun eigen bedrijf door monitoring. In het project Monitoring meten onderzoekers de energieprestaties van nieuw aangelegde installaties. Door deze onafhankelijke monitoring komen de energieprestaties goed in beeld. Met deze data en met de adviezen kunnen ondernemers de prestaties van hun innovaties verder optimaliseren. Zo borgen we dat de installaties optimaal kunnen worden ingezet voor het besparen van energie. Ja, je staat hier op het bedrijf van de Berg Reuzes. Ik ben Thijs van den Berg, de vader van de huidige eigenaar, wel oprichter van de Reuzenteelt. Ons bedrijf is in Nederland 12 hectare, waar we voor 100% afvalstypes telen in verschillende kleuren. Het doel waar we Vertifans voor geïnstalleerd hebben is energiebesparing, kwaliteitsverbetering, zowel van het blad als van de knop. We hadden vaak temperatuurverschillen van 6 graden. Dat betekent dat je op de koudste hoek gaat regelen. Dat kost gewoon extra energie. En gaat de kosten van de kwaliteit in de warme hoek. We hadden van de Vertifans verwacht dat we meer luchtbeweging zouden krijgen, ook onder het gas. Een gelijkmatigere temperatuur boven in de kas. Alleen de invloeden van wind zijn vaak zo groot dat de ventilator dat niet opheft. Mijn naam is Peter van Weel. Ik werk bij Wageningen UR Glas Tuinbouw als onderzoeker. We hebben hier onderzoek gedaan naar het effect van de Vertifans. En we hebben geconstateerd dat de temperatuurverschillen werden veroorzaakt door windinvloeden. Die wind die komt door de kieren die in het scherm zitten omlaag. Dat werkt op de volgende manier. Aan de gevel waar de wind op staat wordt warme lucht de kas uitgezogen door de kieren. Maar bij het middenpad wordt juist koude lucht omlaag getransporteerd. En dat veroorzaakt die grote temperatuurverschillen. Nou, dat betekent dat die verticale ventilatoren daar niks aan kunnen veranderen. En dat de oplossing gevonden moet worden in andere dingen. En wij hebben nu voorgesteld om af te zien van kieren in het scherm. Dus de scherm helemaal dicht te maken. Dat zal die windinvloed helemaal weghalen. Dat betekent wel dat we op een andere manier warmte en vocht moeten gaan afvoeren. En dat willen we gaan doen met ventilatoren die door het doek heen droge lucht van buiten aanvoeren.